Hoi, ik ben Midas en ik woon hier, midden in het centrum op de Nieuwe Zijds Voorburgwal. Hey, leuk dat jullie er zijn. Kom binnen. Een beetje stijl trapje. De deur staat dicht voor Moos, die meestal nu naar buiten wil. En ook nu. Kom maar. Kom mee. Hier mogen natuurlijk alles zien, maar het is niet heel veel. Beetje gezellig, maar niet heel veel meer. En dan is hier nog een keuken. Ik kan er precies alles in doen. Badkamertje, ja, mag je ook nog zien. Alles bij elkaar is het 50 vierkante meter. Dat is best groot. Zeker voor in je eentje of met z'n tweeën, met mijn kat. Ik heb bijna niks nieuw gekocht. Die stoelen zijn van de Prinsgracht. Dit stond aan de weg. Die bank, allemaal een marktplaats en bij elkaar gesprokkeld. Het is een beetje zomerse opstelling. Ik heb dan alle raam haal ik eruit. Maar het is ook weer heel knus. En je kan hier lekker een soort je onbespied wanend kijken naar wat er allemaal gebeurt. Vaak gaan er veel toeristen foto's maken en zo. Dat heb ik dan toch een beetje door. Ik krijg ook af en toe dan weer linkjes doorgestuurd. Hé, je zit hier weer in. Als ik zelf mensen vertel dat ik hier woon, zijn ze een beetje verbaasd. Hè? Maar wat daar dan? Op die hoek? Dus mensen geloven het eigenlijk ook vaak ook niet helemaal. Omdat het zo'n markante plek is. Van Dalen is natuurlijk mega leuk. Daar is gekraakt. Dat vind ik eigenlijk misschien nog wel het leukste. En dat is voor mij ook een beetje het centrum van Amsterdam. Is een soort van alles samen. En ik zou graag willen dat blijft. Dat het niet alleen maar heel veel hele rijke mensen is. Want die zitten hier ook. Dit zijn allemaal hele dure hotelkamers. Als je een espresso koopt daarboven, kost het 7 euro. Dat is 3,50 per slok. Dat is gewoon, dat is niet te doen. Dat vind ik eigenlijk heel leuk. Dat er in één panorama is het de hele stad ofzo. En hoe laat je dat samen klonten? Als dat lukt, dat is volgens mij heel mooi. En dit was natuurlijk een gracht. Als je oude fotootjes van wat dit is kijkt, dat is ongelooflijk. Dit is mijn huis. Kan ik hem eraf halen? Dit is, nou je kan, misschien zie je het al wel. Dit is het paleis en je denkt, hè, maar je zit toch de dam. Dit is de achterkant. Dus dit huisje hier is waar ik nu woon. Kijk hoe mooi dit was. Water, bloemenmarkt. En dit was een openbaar riool, dus het stonk waarschijnlijk als een malle en tralalala. Maar het ziet er fantastisch uit. Dit is een harmonium. En een harmonium is eigenlijk gewoon een accordeon, maar dan staand. Ja, nu ben ik al weg. Zo goed ben ik er dus in. Om hier te wonen is fantastisch. Echt heel fijn. Niks te klagen. Alle dingen die mensen misschien als nadeel zien, vind ik leuk. Als ik over de Dam loop, midden in de nacht, 's avonds, overdag. Ondanks alle zakkenrollers en alle gekken en alle wafeletende toeristen. Ondanks dat is dit mijn thuis. Dus elke keer als je terugkomt is het ach, ja. We hebben een fantastische stad. Logisch dat iedereen hier komt. Hoort er een beetje bij. Het is ook een beetje boos zijn met dat je zo leuk bent. Nee, stop nou. Ik ben niet leuk. Ja, tuurlijk ben je wel leuk. Laat maar. Zeker binnen Nederland wil ik nooit weg uit Amsterdam. Amsterdam is mijn plekje. Dat is echt thuiskomen.